De hulpdiensten waren woensdagmiddag allemaal op zoek voor de kust van Egmond aan Zee. Een vliegtuig van de kustwacht, een search and rescue helikopter, meerdere voertuigen van de KNRM en een traumahelikopter. De reden voor de hoogste staat van paraatheid was het toezichtloos ronddrijven van één of meerdere luchtbedden, waarvan er één een imposante zwaanvorm had en een flinke omvang. Het aangekondigde noodweer liet stiekem weten in aantocht te zijn, waardoor een aantal strandbezoekers alvast vertrokken, wellicht met achterlating van de nodige spulletjes, zoals een luchtbed. Maar tot regen en onweer kwam het niet. Dus bleven de meeste badgasten waar ze waren en was er geen sprake van achterblijvende handdoeken van mogelijke drenkelingen. De zoekactie werd uiteindelijk afgeblazen. Er is niemand gevonden.